Hartelijk welkom bij het tweede filmpje voor het eindexamen 4 MAVO. Dit is het onderdeel staatsinrichting. De staatsinrichting van Nederland die je moet kennen voor je eindexamen is van 1800 tot ongeveer 2000. Maar we kijken eerst naar de situatie voor 1800. Nederland start als een republiek. De Verenigde Republiek der Verenigde Nederlanden en de laatste stadhouder daarvan is stadhouder Willem V. Onder invloed van de patriotten wordt Nederland in 1795 een republiek zonder invloed van de familie van Oranje, dat is de Bataafse Republiek, die in 1806 wordt ingelijfd bij Frankrijk. En dan krijgen we onze eerste koning, koning Lodewijk Napoleon. Belangrijk voor je eindexamen is dus om te weten dat de eerste koning van Nederland niet koning Willem I is, maar koning Lodewijk Napoleon. Echt lang blijft hij geen koning, want zijn broer Napoleon vindt dat hij zijn werk niet goed doet. En Nederland wordt ingelijfd bij het keizerrijk. Dan na de val van Napoleon, dan zitten we dus in 1813, wordt de zoon van stadhouder Willem V onze eerste koning, koning Willem I. Dus niet Willem VI, maar Willem I, omdat hij de eerste koning is die Willem heet. Zijn opvolgers, om de originaliteit er maar in te houden, zijn Willem II en Willem III. Kijken eerst naar de regeerperiode van koning Willem I, vanaf 1813. Willem I wordt een koning en niet alleen van Nederland, hij krijgt België en Luxemburg er gratis bij. Dit wordt afgesproken bij het congres van Wenen om de macht van Frankrijk ook aan het noorden in te dammen. Dus om Frankrijk heen moeten allemaal sterke landen te komen liggen. Pruisen, Spanje, Engeland en aan de bovenkant Nederland en België. Oftewel het nieuwe koninkrijk. Er komt een grondwet, dat is een constitutie. Daarbij ligt alle macht alleen bij de koning. Dus het is wel een grondwet, maar in de grondwet staat dat de koning alles zelf mag beslissen. Het parlement, de Eerste en de Tweede Kamer, bestaan ook al, maar hebben eigenlijk niks te zeggen. De Eerste Kamer wordt gekozen door de koning en de Tweede Kamer komt uit de provincies. En de koning regeert per koninklijk besluit. Willem I heeft ook een bijnaam, koning Koopman. Dat komt omdat hij is de oprichter van de Nederlandse Bank, de Nederlandse Handelsmaatschappij, dat is een beetje de vervanger van de VOC, en hij zorgt voor veel verbeteringen in de infrastructuur. Dat maakt hem de eerste paar jaar van zijn regeringsperiode bijzonder populair. Het gaat alleen mis als België in 1830 in opstand komt. België vindt dat ze als katholiek land te weinig invloed krijgen, te veel belasting moeten betalen en worden gezien als tweederangs burgers. En in 1830 breekt daardoor die opstand uit. Willem I weigert echter toe te geven dat hij verloren heeft. En dit kost heel veel geld, want ons leger wordt constant in staat van paraat uitgehouden. Hij treedt uiteindelijk af onder druk. Het enige grappige wat dan wel te vermelden is, is dat hij daarna trouwt met een Belgische. Zijn zoon, Willem II, wordt in 1840 koning en erft dus van zijn vader een land wat de koning eigenlijk zat is en wat zo goed als bankroet is. In 8 jaar later breekt er een revolutie uit, de revoluties van 1848. Overal in Europa breken trouwens revoluties uit. Dit komt omdat dat idee van Napoleon, van vrijheid, gelijkheid en broederschap, dat was afgeschaft, maar dat verdwijnt niet zomaar. Dus veel koningen moeten hun macht weer inleveren. Nou, ook in Amsterdam zijn er rellen. Willem II heeft echter geen zin om zijn kroon af te staan. En hij geeft de jong liberaal Johan Rudolf Thorbecke de opdracht om een liberale grondwet te maken. In deze grondwet gaat de koning dus zijn macht kwijtraken. Maar behoudt hij wel zijn functie. Nou, dan kijken we even naar die grondwet en wat daar dan precies in staat. In de grondwet van 1848 zien we voor het eerst de klassieke grondrechten, of de liberale grondrechten. Makkelijk om te onthouden voor je eindexamen, als er vrijheid in zit, of het heeft iets te maken met vrijheid, is het een klassiek grondrecht. Nou, dat zijn recht op gelijke behandeling, oftewel het verbod op discriminatie, vrijheid van godsdienst. Vrijheid van drukpers is een beetje een vreemde, maar dat heet nu vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van vereniging en vergadering, daar zien we de eerste politieke partijen. En vrijheid van onderwijs. En recht op petitie. Dat betekende dat als er genoeg mensen iets willen, dat het in de Tweede Kamer besproken moet worden. Ook de Tweede Kamer krijgt rechten, recht van interpellatie. Dat is dat ze een minister ter verantwoording roepen naar de Kamer. Recht van amendement, dat ze een voorstel doen op het aanpassen van een wet.
recht op initiatief, dat ze met een eigen wet komen, recht op enquête of een parlementaire enquêtecommissie, dat ze een minister onderzoeken, en het budgetrecht, dat is 1 keer per jaar op Prinsjesdag, dat ze de begroting goed of afkeuren. Ons politiek systeem werkt ook anders. Er wordt gestemd in een districtenstelsel. Dat betekent dat ieder district, of stukje van Nederland met een x-aantal inwoners, 1 kiesman naar de Tweede Kamer mag sturen. Dit heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat ieder deel van Nederland vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Het nadeel is dat een kleine partij nooit een zetel kan krijgen, omdat ze nooit in meerdere districten vertegenwoordigd zijn. Ook wie er mag stemmen is anders. Er is namelijk dan censuskiesrecht. Alleen als je belasting betaalt, mocht je stemmen. En de meeste mensen verdienden te weinig om die grens te halen. Zie de spotprint hier aan de linkerkant. Dit brengt ons bij verzuiling. In Nederland had je 4 zuilen. Deze mensen leefden niet met elkaar, maar naast elkaar en vormden samen wel Nederland. De 4 zuilen zijn liberalen, socialisten, katholieken en protestanten, die we samen de confessionelen noemen, van het Latijnse woord confessie, wat geloven betekent. Kijken we eerst naar de liberalen. Liberalen, hun belangrijkste waarde is vrijheid. Dit is voornamelijk de hoge burgerij, of de mensen met een beetje geld in de broekzak. De politieke partij die erbij hoort is de Liberale Unie. En de bekendste persoon is Rudolf Johan Thorbecke, die we net al van de grondwet voorbij zijn gekomen. En deze poster die je hieronder ziet, is overduidelijk een liberale poster. Want er staat stem de Vrijheidsbond, hè, het woord vrijheid zit erin. En de 2 gevaren die ze zien zijn de zwarte en rode overheersing. Zwarte, de katholieken, want je ziet een nonnetje. En de rode, de socialisten. Dat brengt ons gelijk bij de tweede, de socialisten. Hun belangrijkste waarde is gelijkheid. En arbeiders zijn de voornaamste aanhangers. 2 politieke partijen die erbij staan, er staat er hier maar 1, is de SDAP, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, van Pieter Jelle Troelstra. Dit is een democratische socialist. Hij probeert via de Tweede Kamer, via invloed, sociale wetten voor elkaar te krijgen. Dan heb je ook nog de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis. En die zagen alleen die sociale wetten komen door revolutie. Hun wens is verbetering van de sociaal-economische positie van de arbeiders. Op de poster zie je symbolen die passen bij het socialisme. Rood, een arbeider met opgestroopte mouwen die het kapitalisme aanvalt. Dan de Rooms-Katholieken. De Rooms-Katholieken vinden hun aanhangers onder de bezoekers van de Rooms-Katholieke Kerk, die in Nederland ook in de 19e eeuw in de meerderheid zijn. De protestanten hebben het meeste invloed, maar er zijn meer katholieken geweest in Nederland altijd dan dat er protestanten waren. De partij die erbij hoort is de Rooms-Katholieke Staatspartij en de voorganger is priester Herman Schaapman. Hun wens is emancipatie, oftewel gelijkstelling. Ze vinden, en terecht, dat ze werden achtergesteld ten opzichte van de protestanten. En daar willen ze dat er wat aan gebeurt. Dat brengt ons bij de protestanten. Hun aanhangers noemen we kleine luiden. Kleine zelfstandigen, zeg maar, de bakker, de slager. De partij die erbij hoort is de antirevolutionaire partij, opgericht door dominee Abraham Kuyper. Antirevolutionair is niet anti tegen de socialistische revolutie, maar anti tegen de Franse revolutie. De protestanten vinden dat het hele idee van vrijheid, gelijkheid en broederschap, dat daar toch iets mis mee is. Ten eerste, vrijheid, dat is niet zo, want we leven onder de wet van God. Gelijkheid is ook niet zo, want we zijn niet gelijk. En broederschap, dat is dan wel alleen in eigen kring. Christelijk denken in de wetgeving is hetgene waar de protestanten het hardst naar streven. Op de poster zie je een andere belangrijke voorganger van de ARP, namelijk Hendrik Colijn. Hij is de minister-president van Nederland tijdens het uitbreken van Wereldoorlog 2. Dan hebben we ook nog de feministen. Dit is niet echt een zuil, maar ze horen wel in die periode thuis. Dit noemen we de eerste feministische golf. De belangrijkste personen zijn Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker. Wat is het verschil tussen de twee?
Letta Jacobs is de voorganger van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Dus haar belangrijkste streven is het verkrijgen van kiesrecht voor vrouwen. En Wilhelmina Drucker is de voorganger van de Vrije Vrouwenvereniging. Zij wil ook kiesrecht voor vrouwen, maar daarnaast heeft ze nog veel meer punten. Wilhelmina Drucker is iets moderner wat dat betreft dan Aletta Jacobs. De belangrijkste discussiepunten binnen deze zuilen waren de schoolstrijd en algemeen mannenkiesrecht. De schoolstrijd was de strijd van de katholieken en protestanten die wilden dat scholen gelijk werden gesteld aan het openbaar onderwijs. Wat houdt dat nou in? Openbare scholen kregen van de overheid subsidie om te bestaan. Katholieken en protestanten hadden het recht om hun eigen scholen te stichten, alleen dan zonder subsidie. Dit vinden de protestanten en katholieken niet de juiste manier. Dus zij strijden voor het hebben van eigen scholen met subsidie van de overheid. De socialisten en jongliberalen streven voor algemeen mannenkiesrecht. Zij vinden dat iedereen, ongeacht of je nou veel belasting betaalt of helemaal geen belasting betaalt, stemrecht heeft. In de pacificatie van 1917, pacificatie betekent het brengen van vrede, komt er een einde aan de schoolstrijd. De confessionelen stemmen mee met algemeen mannenkiesrecht, als de socialisten en jongliberalen meestemmen met gelijkstelling van bijzonder onderwijs. Nou, door deze koehandel komt het voor elkaar en is artikel 25 in de grondwet gekomen, recht op bijzonder onderwijs. Ook al is artikel 25 eigenlijk in strijd met artikel 1 van de grondwet, recht op gelijkheid. Want op een bijzonder onderwijsschool kan je geweigerd worden op grond van je geloof. En dat zou, met verbod op discriminatie, eigenlijk niet moeten kunnen.